ik erg ongezien. Ja, die is gewoon fout. Monique Beuk van Koninklijke Beuk. Hier is vandaag een stembureau. Hoe werkt het stemmen hier vandaag precies? Nou, je komt met de auto aan en je wordt via de bebording gewezen hoe je naar de entree van het pand gaat. En je komt hier aan en bij de identiteitstafel toon je je identiteitsbewijs. Daar krijg je je stembiljet. Je rijdt een stukje door en je komt hier bij de hokjes, waarbij op verschillende hoogtes, voor de verschillende hoogte auto's, plateaus zijn gemaakt. Die kun je naar je auto toe trekken. Daar kan je het stembiljet op leggen of je doet het op je stuur. En dan kun je je stem uitbrengen. Je rijdt een klein stukje verder en vervolgens kun je je biljet in de stembus gooien. Yes. Ja? Yes. Oké, super. Nou, 1, 2, 3, De gemeente had het initiatief genomen om een coronaproef stemlocatie te initiëren. Dat hebben ze gedaan naast de 26 andere stemlocaties. En we zijn met elkaar in contact gekomen. En natuurlijk vonden wij het als Koninklijke Beuk leuk en uniek om hier aan mee te werken. Dus vandaar dat we deze locatie nu vandaag als stembureau hebben ingericht. En heeft u een verwachting van hoeveel mensen hier gaan stemmen vandaag? We hebben er goede verwachting over, want ik heb de indruk dat mensen best wel fijn vinden om coronaproof te kunnen stemmen. Je kunt hier per auto stemmen, je kunt ook op de fiets of met de scooter langskopen, komen. Lopend kan ook nog. En stiekem denken wij ook wel dat mensen het wel leuk vinden om ook even door het pand te rijden en een kijkje te nemen. Dus voor ons een beetje de combinatie.